Zo mensen, ik heb hier gedaan met werken in Ravelijn, weer op mijn vrijwilligerswijk. Ik zit er weer al op. En ja, vandaag was het pas winter. Maar ik sowieso zeggen, ik kom volgende week sowieso al terug. Er komt niemand eronder uit, tot ik iets anders er heb gevonden. Ik heb ook een mailadres gekregen. Dus dat komt wel allemaal wel goed. Bij deze. Dan weten jullie dat. Wat heb ik hier vandaag gedaan? Ik heb hier weer gewoon de ontbijtafwas, de middagafwas gedaan. Dan weten jullie dat. En nu nog hier uit Zuid-Leeuw geraken. Dat gaat een andere koek zijn, want hier staat ook blijkbaar de kermis voor de carnavalstoet 2020 hier in Zuid-Leeuw. Deze weekend. Hier staat een lunenpark. Staat hier iets van mijn vriendjes of zo? Eens even kijken. Nee. Waar sta je? Nee, geen vriendjes die ik hier ken. Wel een schietkraam die ook in Alke staat. De paardenmolen die in Alke staat. Ah, en die ook. Mijn gast. Ah. Ach ja. Nu op naar mijn thuis toe. Allee, ik zie jullie zelfs allemaal weer al terug. Straks allemaal. Je ziet dat ik hier veilig wel op mijn appartementje aangekomen is. En kijk eens wie hier ook al bij mij is. Hoi, hoi, hoi. En ik heb nog een cadeau gekregen van de postbode. We gaan dus een unpacking doen. Unboxing. Of unboxing. En daar gaat het al op de grond. Ik zag dat je het moeilijk had aan je rug. Je mag het open doen, dan film ik het. Ik zal even een schaar gaan halen. Ik kan het open krijgen. Ja? Ze krijgt het open, mensen. Ze krijgt het open. Wat gaat het zijn? Oh nee, ik ga toch een schaar nemen. Ze gaat toch een schaar nemen. Je hebt gelijk, maar het leek net of het wel ging. Probeer het niet kapot te knippen. Dat komt toch niet kapot, hè? Nee. Dames en heren, mijn achterstop ligt. Yay! Kan ik weer gaan monteren op mijn wagen. Oei. Is de afwas ook al gedaan? Dat is even kijken. Nee. Ja, maar ik kijk hoe ons huis wel wegzetten. Ja. Voilà. Dan gaan we maar wachten op open thuis. Allee, tot zelfs. Jullie zien het misschien wel achter mij, daar ligt de was. Ja, ik heb de was meegenomen naar mijn moeke toe. Daar is ook mijn vader. Dus daar wordt het dan ook overgedragen naar mijn vader toe. En dan gaat deze was terug naar Alke. Maar ik weet sowieso, als ik zelfs terug naar mijn vriendinnetje ga, dan ja. Moet ik het zeggen. Dan moet ik gewoon nog even stoppen bij de winkel. Oeh. Ja, ik ben heel zwaar al aan het opletten op het verkeer, want het is erg druk. Oh. Mannetjes toch, dat zo druk kan zijn. Ja, het is tegenwoordig erg terug op de baan. Dus open thuis is geweest en er is sprake geweest van samen wonen tussen mij en Bea. Ja mensen, het komt dichtbij. Het komt erg dichtbij. Voor samen te wonen.
dus. Ja, dus samen is er sprake geweest, dus dat komt nog allemaal wel goed. Wij zijn er momenteel aan het helen, ook met de instanties en al. En ja, natuurlijk dat ik ook weet dat mijn een uur omhoog gaat, maar het kan zijn dat het ook in mijn voordeel gaat spelen, dat ik misschien nog goedkoper ga wonen. Misschien, hè. Dat weet niemand niet. Dus, dat gaan we nog wel eens bezien. Allee, ik ga nu verder opletten op de baan richting mijn Moeken toe. Dus ik zie jullie allemaal straks terug. Ja, ik ben nu terug aan het rijden naar mijn appartementje toe. Maar eerst nog langs de winkel voor spaghetti gaan te halen. Want mijn liefje, Lea, die wil lekkere spaghetti eten. Ik ben nu juist betrokken bij mijn Moeken. En onderweg naar mijn thuis. Maar er is slecht nieuws. Ik heb een gaatje in mijn band. Dus per geluk stikt de nagel er nog in. Je ziet, ik heb de compresseur bij, dus het is verwisseld met mijn was. Dat wordt nog deze avond nog al hersteld, mijn band. Dus dat is geen enkel probleem. Dus gewoon rustig rijden. Geen zotte toeren doen. Dat zo zeggen. Daarbij. Kan altijd gebeuren. Het is gewoon een stomme nagel wat op de baan lag en waar ik blijkbaar ben overgereden. Want nagels zie je niet op de baan liggen. Ja, ik stapte zo bij Moeken uit. Ik hoorde zo. Toch ja, dat zal wel de geburen zijn die daar iets op staat of zo, wat zo assist. En dan zo, ik heb gedaan met eten. Tje, het is nog altijd. Dat is heel raar. Oké, dan ben ik eens naar mijn band gaan kijken. En natuurlijk, ja. Gewoon een niks is daar. Maar dan nog niks te zien. Ik heb zo dan met mijn hand daar zo eens rond. Ah, daar van onder is het geluid. Dus hoor ik dat ik daar het geluid weghaal. En ja, mijn auto dan nog wat verplaatst. En dan uiteindelijk gezien dat er een nagel in mijn band zit aan die kant. Dus dat is aan de linkerkant, rechterkant. Links achter. Zo, ja, links achter. Daar zit het gat. Zo, hier in de Carrefour op de Goddering van Hasselt aangekomen. Heke rode singel, beter gezegd. Ga ik eens eten kopen voor mij, madameke. Jammer, ik wou ook wafelken eten. Maar het is toe. Shit happens. Allee, ik ga gauw spaghetti kopen en chips uit de oven. Allee, dan gaan we dat maar eens heel snel doen. Eerst naar de chips. Vanille. Chips. Hoe staat de chips? Chips. Dan de rode zak uit de oven. Voilà. En dan nu nog spaghetti. En dan ben ik al rond. Ja. Even deze mensen vast laten passeren. En dan spaghetti. Maar die is op. Dan moet ik bellen. Tot zo. Het is vol geworden. Met aardappelpuree zie ik en jammer genoeg geen spaghetti, want die was uitverkocht. Ja, dan moeten we iets anders er nemen. Hè. Bij deze hebben we dat ook gedaan.
Dan ga ik eens op zoek gaan naar de kassa waar weinig dingen is. Oké, hier. Zo mensen, ik ben terug buiten hier bij de Carrefour hier in Hasselt. Ik ga nu richting mijn appartementje toe gaan en zit eens naar de lucht. Oh, wat kut weer! Wat gevloek, Timmy. Wat gevloek. Mag toch niet? Oh, ik weet het. Kijk eens, ik weet het. Ik weet het dat ik niet mag vloeken. Maar toch doe ik het. Maar wat doet je eraan? Soms komt dat onverwachts dat ik gevloekt. Dan staat er, ik ga nu vertrekken richting appartementje. Voilà. Yo. Even jullie nog hier in de houder hangen. Deurken toe. Stroom insteken. En dan pas kan ik betrekken als ik de sleutels in contact stik natuurlijk. Allee, tot samen. Yo. Oh ja, het foute uur is nog bezig. Zo, kijk. Ik ben terug op mijn appartementje aangekomen. Mijn boeleke, die staat jammer genoeg hier nu niet. Die staat op de parking, is voor een keer. Waarom? Omdat ik een gaatje in mijn band had. En mijn papa, zeer lieve papa, echt waar hè? Ja. Heeft mijn band gemaakt. En waarom zo een ja-toon? Dat weet je goed genoeg. Ja, zeg dat nu ook maar tegen de kijkers. Dat weet je goed genoeg. En als je wilt dat de kijkers het weten, dan moet je het zelf zeggen. Hoe ik erover denk. Ja, dat ik geld moest hebben met de papa. Ja, eigenlijk wel. Die doet heel veel voor u. Ja, dat weet ik ook wel. Schat. Ja. Vrolijke vrienden. Vrolijke vrienden, dat zijn wij. Dat wij zijn liefjes van elkaar. Ja mensen, dus we gaan hier nu ook de vlog beëindigen. Zij is even de computer helemaal in orde aan het maken. Ja, de muis. De muis is hier. Kun je vooraan, ik ga die vooraan insteken. Dan kun jij, of nee, ik ga die hier insteken. Voilà, stik dit. En dan kan zij VTM Go opzetten. En dan gaan we naar de buurpolitie kijken, naar de familie kijken. En dan, ja, eerst naar familie. En dan ook naar Enzo Knol. Want Enzo Knol heeft twee filmpjes geüpload. Kom maar, de 2 van 5 is gelijk. Dat lukt nog wel, schat. Dat lukt nog wel. Mensen, vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Ik ben niet zo nieuw. Ah, oké. Vergeet hier onderaan niet te liken. En vergeet ook niet op het belletje te drukken voor het rijden en zeilen. Ja, voor op de hoogte te zijn van, zeg het, van als er een nieuwe filmpje is geüpload, dan krijgen jullie een melding. En dat is volledig gratis. En ik had niet te lang. Ik blijf gewoon doordoen met YouTube. Elke dag opnieuw. Dus echt, en ik heb ook naar mijn statistieken gekeken. Er zijn heel veel niet-abonnees die ook naar mijn filmpjes zitten te kijken. Gerust, abonneer. Iedereen is welkom, ook op Discord. Kom naar de Discord-link hier onderaan in de beschrijving. En we kunnen met elkaar chatten. Tot morgen. Ciao.